u of uw naaste bent recent behandeld voor een hartaandoening. Hartrevalidatie is een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Het helpt met het herstel en het terugkrijgen van het vertrouwen. En heel belangrijk, het helpt ook een nieuwe hartaandoening voorkomen. Een hartaandoening heeft veel impact op uzelf en op uw naaste. Misschien ervaart u gevoelens van onzekerheid en moet u het vertrouwen in uw lichaam weer terugkrijgen. Wellicht bent u geopereerd en moet u lichamelijk herstellen. Of ervaart u andere beperkingen of moet u wennen aan nieuwe medicijnen. En wellicht thuis merkt u ook dat het moeilijk is uw leven weer te hervatten. Belangrijk is het om bekend te raken met uw eigen risicofactoren die het ontstaan van een hartaandoening kunnen verhogen. En om te kijken hoe u deze risicofactoren kunt aanpakken om het risico op een nieuwe hartaandoening te verlagen. Tergooi heeft daarom de hartrevalidatie, die u helpt bij het lichamelijk herstel en met het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten. Hartrevalidatie wordt voor u persoonlijk op maat samengesteld op basis van uw wensen, voorkeuren en behoeften. Dat betekent dat u niet alle componenten van de hartrevalidatie hoeft te doorlopen, maar dat u uw eigen route kiest. U wordt daarbij geholpen door een gespecialiseerd team van cardiologen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeut, medisch psycholoog, maatschappelijk werk en of diëtist. Grofweg bestaat hartrevalidatie uit 4 componenten. Uw lichamelijke herstel, waarbij u weer gaat bewegen met een fysiotherapeut. Uw emotionele herstel, waarbij de aandacht is voor uw verwerking en het weer hervatten van uw eigen leven. Het medisch herstel, waarbij u periodiek wordt gecontroleerd, meer informatie krijgt over uw hartaandoening en uw medicijngebruik. En tot slot is er aandacht voor het werken aan een gezonde leefstijl. Denk aan stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezond eten, meer bewegen, meer ontspannen. En niets is moeilijker dan het veranderen van uw leefstijl. Wij kunnen u hierbij helpen. Samen met u kijken welke vorm van beweging bij u past. Aan de hand daarvan stellen we uw revalidatiedoelen op. Dit kan zijn het opbouwen van uithoudingsvermogen en kracht, het leren kennen van je eigen fysieke grenzen, trouwen in je lichaam herwinnen of bijvoorbeeld het hervatten van sport- en beweegactiviteiten. Tijdens revalidatie wordt uw hartslag en bloeddruk gecontroleerd. De revalidatie duurt ongeveer 6 tot 10 weken, afhankelijk van de opgestelde revalidatiedoelen. Ook tijdens de training wordt aandacht besteed aan het herkennen van klachten, gezonde leefstijl en het stukje beweging invullen na de hartrevalidatie. De psycholoog die verbonden is aan de hartrevalidatie is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met hartproblematiek. Een hartaandoening is een aangrijpende gebeurtenis en heeft naast lichamelijke ook niet-lichamelijke gevolgen. De meeste mensen raken hierdoor tijdelijk wat uit balans. Soms zijn er dagen dat u zich dankbaar en blij voelt en op andere momenten misschien angstig, gespannen of somber. Dat kan er allemaal bij horen. Het is goed te weten dat de psycholoog u hierbij kan ondersteunen door bijvoorbeeld een PEP te volgen. De afkorting PEP staat voor Psycho-Educatieve Preventiemodule. Dit is een groepsprogramma dat speciaal is ontwikkeld door psychologen in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting. Binnen de hartrevalidatie van Tergooi zijn er 2 PEP-modules. Tijdens de intake wordt er met u gekeken welke module het best bij u past. In de module PEP Stress leert u omgaan met spanningen en stress en ongewenste emoties. U krijgt zicht op wat is stress eigenlijk? Wat doet stress met mij? Waar merk ik aan dat ik last heb van stress? En hoe kan ik dit beïnvloeden? In de module Leefstijlverandering krijgt u hulp bij het aanleren en volhouden van een gezonde leefwijze. Uw doel is bijvoorbeeld: hoe krijg ik het nou voor elkaar om op een dag meer te gaan bewegen? Of hoe lukt het mij nou om minder te gaan snoepen? Door in een groep te werken is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, tips en u kunt ook steun vinden bij elkaar. Soms past een hulpvraag niet binnen het kader van een groepsprogramma. Als dit het geval is, dan zal de mogelijkheid tot individuele behandeling met u worden bekeken. Dat kan zijn in het ziekenhuis of bij een andere hulpverlener buiten het ziekenhuis. Na een behandeling voor uw hartaandoening wordt u periodiek gecontroleerd door uw behandelaar. Dit kan een cardioloog of een verpleegkundig specialist zijn. Het is van belang dat u uw medicijnen volgens voorschrift gebruikt
Tijdens het consult beoordeelt uw behandelaar of deze medicijnen nog bij u passen. Zijn er tijdens de revalidatie klachten of problemen, dan kunnen wij dit in ons team bespreken en eventueel in overleg met u het behandelplan wijzigen. Twijfelt u nog? Hartrevalidatie helpt. Het is wetenschappelijk bewezen dat hartrevalidatie het risico op nieuwe hartproblemen en overlijden vermindert en dat het bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van leven. Bent u nog niet verwezen? Bespreek dat met uw behandelaar.